Dag lieve mensen, hier nu weer satire nummer 9 van Horatius. Vanaf regel 60. Die man, die stalker, heeft gezegd van ik ga achter Mecenas aan. Yes, dat gaat me lukken. Maar dan kost het moeite en dan geef ik niet op. Nou, wat gebeurt ondertussen? Haik dumagit ecce fuscus aristius occurrit. Mihi carus et elum vipul chronos set. Terwijl hij, onderzijdig meervoud accusatief is, deze dingen, oftewel dit, agit, eigenlijk, ja, mee bezig is, doet, waar hier bedoeld is, dus spreekt of zegt. Terwijl je deze dingen dus zegt, kijk, Fuscus Aristius ontmoet, oftewel, ontmoet ons, of komt eraan, of, loopt ons tegen het lijf, zoiets dergelijks, als occurre. Fuscus Aristius was een bekende grammaticus, een grammaticus soort middelbare schoolleraar die zodra de kinderen goed hebben kunnen leren lezen enzovoort, en wat wisten, een soort onderbouw van de middelbare school, een beetje eind van de lagere school, leeftijd ook nog ongeveer, gingen ze de Romeinse literatuur lezen en ook daarna de Griekse literatuur, ging ook echt Grieks leren. Als je een jaar of 16 of zo ging je dan door naar de retor, als je dat misschien interessant vond, dan ging je door om retorica te leren, kon je een carrière in politiek nastreven. Maar goed, dit is een middelbare schoolleider. Het is gewoon leeftijd, dus iemand die de kinderen opleidt in de literatuur. Goed, wie was dat dan? Dat was Mihi Carus, aan mij geliefd. Dativus hier, en Carus hoort bij die man dus. Et qui, en het was iemand die. Illum hem, dat is dus die talker. Pulcre, ja, mooi, hier als bijwoord, hier is als voortreffelijk, oftewel door en door, nos set, nois novis set, even korte vorm daarvan, cognitief plus perfectum van novissen, van cognoscere, betekent dus, leren kennen, maar hier als voltooide tijd, dus kennen, hier dus kende, hier heeft een definitie die cognitief is, qui met de cognitief is eigenlijk al de definitie, bijna altijd. Dus aan mij geliefd, en iemand die hem door en door kende, dus die stalker. Dus hij wist dat wat het voor een irritante kerel dat was. Consistimus, we blijven staan. Unde venis et quotendis, waar kom je vandaan? Waar vandaan kom je? En quo en waarheen? Tendis, dus op weg gaan, op weg zijn naar. Waar ben je naar op weg? Vraagt hij en beantwoordt hij. Dat is wel leuk. Dus hij stelt de vraag en hij beantwoordt de vraag ook. Dat is een soort van standaard ontmoeting. Hey, waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Hey, je bent onderweg. Nou ja, dat vragen ze aan elkaar. Dat is een beetje het idee. Kort gesprekje, alliteratie, die van rr. Vedere coi piet pressare manu lentissima brachia. Enzovoort. Ik begon, ik begon, vedere te plukken of te trekken. En het pressare en te duwen en te of knijpen, kan je ook zeggen. Manu, ablativus, met mijn hand. Waar ging hij dan aan trekken en waar ging hij dan aan duwen? Nou, aan de brachia, aan zijn armen. En die worden genoemd lentissima. Lentus is eigenlijk traag. Hier metaforisch eigenlijk een beetje bedoeld voor ongevoelig. Is dan als in traag reagerend. Dus ik begon zijn ongevoelige armen daar een beetje aan te plukken en met mijn handen erop te duwen. Nutans, met een PPA natuurlijk, van nutai. Dat betekent zoiets als knikkend of tekens maken met mijn hoofd. Tekens geven met mijn hoofd, of knikkend. Distorquens oculos, PPA ook weer, van distorqueren betekent draaien of rollen. Mijn ogen rollend, mijn ogen draaiend, of met mijn ogen rollen zouden we in het Nederlands zeggen, terwijl ik met mijn ogen rolde. Ut mee en riperet. En natuurlijk ut, met de cognitives hier, geeft een doel aan, met als doel, oftewel om ervoor te zorgen dat hij mij eriperet. Eriper is letterlijk uitrukken, hier dus iets als bevrijden of redden, dus opdat hij, of om te zorgen dat hij mij zou redden. Cognitief imperfectum, hierna oet. En trouwens dan ook een s-inneton, want er zit hier een kommaatje. Uiteraard probeert hij Horatius even over te halen van let op, ik word hier lastig gevallen door deze irritante kerel. Je weet dat hij voor een nare vent dat is. Echt een soort vele stalker. Dus red me alsjeblieft. Maar dat zegt niet hardop, want Horatius is daar veel te bescheiden voor, misschien wel. Maar hij probeert het met tekens te doen.
Maar gaat die leuke Fuscus Aristius hem helpen? Nee. Males salsus ridens dissimulare. Males salsus, letterlijk slecht gezouten. En gezouten is metafoor, wordt heel vaak gebruikt, cliché metafoor voor humoristisch. Dus slecht humoristisch, oftewel met ja, nare humor of zoiets dergelijks. Kan je ook vertalen als zelfstandig naamwoord, de vervelende grapmaker. Ridens, lachend, terwijl hij lachte. Dissimulare, dan is een infinitivus van historicus, mag je vertalen als persoonsvorm, gewoon als indicativus. Die verborgenheid, oftewel die liet niet blijken die, wat dat hij doorhad, die negeerde het. Die deed alsof hij gek was, als het ware. En die deed alsof hij het niet merkte. De vervelende grappenmaker. Meum jecur urre bilis. Bilis is de gal eigenlijk. Urre weer infinitieve historicus. Urre betekent verbranden of zoiets dergelijks. En jecur is lever en meum is mijn. Dus gal verbrandde mijn lever. Nou, dat is uiteraard een metafoor. Dat komt een beetje uit de antieke geneeskunde, waar ze dachten dat gal, dat vocht waar je je eten mee kan verteren onder meer, zetel was van emotie, een bepaalde soort emotie, namelijk woede. Dus bilis is een metafoor eigenlijk voor woede. Maar voor de Romeinen was het niet zozeer een metafoor als we beter moeten zeggen een metonymie, want dat is een soort van logisch verband tussen die twee. Het is niet alsof woede vergeleken wordt met gal, dat is het nou ook weer niet. Het is meer een metonymie. Gal verbrande mijn lever is uiteraard wel een beetje metaforisch bedoeld. Oftewel, ik kreeg er een soort van, ik werd er onpasselijk van, zo boos werd ik. En dat is allemaal een soort van fysieke. Het fysieke verschijningsvorm van woede, het gevoel in je buik als het ware, dat wordt dan neergezet in plaats van het geestelijke gevoel van je erg boos bent. Dus daarom is het een beetje metaforisch, maar misschien ook wel metonymisch, misschien dat wel beter. Certe nescio quid secreto velle loqui te aiebas mecum, dit zegt Horatius, je zei, zeker, hè, zei jij, ik weet het zeker dat je dat zei, je zei, voorzeker, dan als je dat jij wilde, nescio quid, ik weet niet wat, oftewel een of ander iets, secreto, in het geheim, bespreken, loqui, mecum, cum me, met mij. Jij zei, zeker weten dat jij zei dat je met mij in het geheim wilde bespreken. Toch? Ja, toch? Zegt Horatius tegen die man. Hè? Die man deed dat hij niet door had. Aristus Fuscus. Maar je wilt er iets mee bespreken. In het geheim, zonder die man erbij. En dat is een trucje van Horatius om van die man af te komen. En zegt van, sorry, ik moet even iets met hem, met Fuscus hier bespreken. Nou, hoe antwoordt Fuscus daarop? Dat is echt een vervelende grapmaker. Hij zegt, meen me niet benen. Ja, dat herinner ik mij goed. Meen me niet perfectum vorm, maar dat komt alleen maar in perfectum vorm, betekent gewoon ik herinner mij. Het heeft een preces betekenis, maar preces perfectum. Benen is gewoon goed, het bijwoord. Ik herinner mij het goed, sed meliore tempor dicam. Maar ik zal het zeggen op een beter tijdstip. Tempus tijd, oftewel tijdstip hier. Ablativus geeft aan op een beter tijdstip. Meliore is een comparatieve stuk van bonus. Dus een beter tijdstip. Maar ik zal het op een beter tijdstip zeggen. Wat is er mis met deze tijd? Dit tijdstip dan nou? Hodie tricensima sabbata est. Moet je aanvullen, jij lips. Vandaag is de 30ste sabbat. De 30ste sabbat. Is het weer referentie aan de Joden. Er waren heel veel Joden in Rome. We wisten precies hoe dat werkte. De Joden vieren natuurlijk altijd sabbat op, als ik me niet vergis, zaterdag. Maar goed, het was toen nog een beetje onduidelijk wat de dagen waren van de week of zo hoor. Maar in ieder geval, laten we zeggen, eens in de week was het zaterdag, was het sabbat. Een soort rustdag. Het was de 30ste sabbat, het is helemaal bijzonder, 30ste sabbat van het Joodse jaar. Het Joodse jaar begon ongeveer in september. Nou, 30 weken verder zit je ongeveer in de tijd van, nou, wat wij Pasen noemen. Dat noemden zij Pascha of Pesach of zoiets dergelijks. En dat was een heilige week, waarin in ieder geval een deel van de weken, een deel van de dagen geen business afgehandeld mocht worden. Hè? Dus er gewoon geen zaken besproken worden.
En dan win tu curtis judaius opedere. Win is afkorting van visne. En dat is een vraagwoordje. En vis is dus van velle. Dus jij wil. Dus oftewel, wil jij. Hier nog een keer jij. Wil jij de curtis judaius. Hier een dativus. Dat komt door opedere. Curtis betekent verminkt. Hier de verminkte joden. Wordt oftewel de besneden joden. Nou, dat vonden ze natuurlijk een hele bijzondere gewoonte. Hè, die Romeinen. Dat de joden zichzelf zouden besneden. Opedere. En opedere is eigenlijk een beetje een grof woord. En betekent gewoon een scheet in het gezicht laten van iemand. Dus wil jij die besneden joden soms een scheet in het gezicht laten? Oftewel, wil je die beledigen? Dat is natuurlijk een metafoor. Even kijken. Dat is, hij vindt natuurlijk een soort smoesje. Want hij is zelf, die Fuscus is gewoon een Romeinse naam. Is geen jood. Sterker nog, hij zegt ook helemaal niet dat hij jood is hier ook. Het is gewoon een smoesje om Horatius te pesten. Ik ga niet met je praten nu, ook al, trouwens, dit was helemaal niet waar, misschien. Maar hij zegt, ja, dat weet ik wel, maar het is voor nu 30 sabbat, dus ja, we gaan niet praten, toch? Nee, toch? Dus hij dumpt hem hier eigenlijk gewoon. Nou, Horatius probeert hem nog wel onderuit te komen, maar dat zien we in het allerlaatste filmpje van deze serie. En dat is de volgende. Tot dan.